Mijn naam is Beke Kaan en dit is het nieuws van 8 uur. Er is een vulkaan uitgebarsten en dat is complete chaos. Er zijn 16 doden, 42 gewonden en 4 ernstige gewonden. De naam van de vulkaan is Katla. Katla is een van de meest actieve vulkanen in IJsland. Katla ligt in het zuiden van IJsland. Joske Bote is ter plekke. Ik ben Joske Bote. Ik sta uit de plek waar de vulkaan is geëxplodeerd en dit is Gjocht. En hij heeft gezien wat er is gebeurd. Ja, vertel het aan hij en Joske Bote. Ik spreek geen IJslands, dus we gaan door naar de volgende. Ik sta hier bij meneer Bekenvet. Hij spreekt dus goed wel Nederlands. Jazeker, het is reizend. Wat is er nou precies gebeurd? Nou ja, ik zat dus in de tuin van mijn oma te werken. En de grond begon te trillen en ik zag as uit de kat naar omhoog komen. En ik zal het even in stappen vertellen wat er eigenlijk gebeurd is. Eergisteren begon de kat nou een beetje te rommelen en er kwam as uit. En op het journaal werd er al veel over gesproken. Maar ik geloofde er natuurlijk niks van, ik ben een koppige IJslander. Had ik wel moeten doen. En gisteren begon die nog meer te trillen en ook al meer as. En toen begon het toch wel een beetje gevaarlijk te worden. En er werden al een paar reddingsteams klaargezet. En toen vandaag, ik kan het kort illustreren met wat geluiden. BAM! BAM! Nou ja. Nou, bedankt voor dat wij u mochten interviewen. Heerlijk. Nou, tot ziens. We gaan nu door naar Joske Bote, die iemand van de medische hulp interviewt. Wetenschappen van de hulporganisatie eigen ons vertellen wat ze doen als er een RMC plaats vindt. Nou, we helpen de mensen uit het getroffen gebied. En we hebben daar tenten opgezet voor de mensen die geen goede slaapplek hebben. Ook verzorgen we de mensen die te weinig eten en drinken hebben. En we verzorgen ook de mensen die gewond zijn geraakt. Bedankt dat we u mochten interviewen. We gaan terug naar jou, Pekenkanen. We hebben ondertussen beelden gevonden van de uitbarsting. En die laten we nu zien. We zijn met een gast die wat meer weet over vulkanisme. Meneer Bakker, wat weet je allemaal over vulkanen? Nou, ik weet genoeg over vulkanen. Ik heb er een hele studie van gemaakt, maar ik zal het proberen kort te houden. Jullie moeten natuurlijk eerst, als jullie wat over vulkanen willen weten, moeten jullie weten hoe die, zeg maar, ontstaat. Er zijn meerdere manieren voor. Je hebt het divergent, dat is dat platen naar elkaar toe bewegen. En dat je een soort, ja, het plaatje zegt het al, een soort bergje krijgt. En die ophoping met lava erdoor, en ja, dat kan een grote vulkaan worden. En je hebt eigenlijk ook nog transform, dat kan wel plaatsvinden, maar er komen geen vulkanen door. Er gaan platen langs elkaar heen. En wat we nu zien bij de Katla is dat het convergent gebeurt. Dat is dat twee grote platen, de Eurasiatische en de Noord-Amerikaanse plaat, uit elkaar bewegen en dat daar magma tussen zit, dan lava. Dat gaat dan omhoog en dat heeft dan een, zeg maar de weg om groot te worden, een grote berg. En dat kan, als het onder water gebeurt, een eiland vormen, zoals IJsland. Dat is daar gebeurd, vele jaren geleden. Dan hebben we het over duizenden jaren geleden. En nu ook de grote vulkaan de Katla. En die is eigenlijk, is dat gebeurd rond 930, denken wij. En nu heb je daar die vulkaan dus. En wanneer die platen, de Eurasiatische en de Noord-Amerikaanse, gaan bewegen, dan kan er dus weer een eruptie plaatsvinden. En dat is dus eergisteren gebeurd. Dat is wat wij hier hebben gezien. Oké, dankjewel voor deze nuttige informatie. Alsjeblieft. Bedankt voor het kijken. We zijn er morgen weer terug om dezelfde tijd. Tot dan! Ik kan het kort illustreren met wat geluiden. BAM! BAM! Nou ja. Kut. In IJsland is een vulkaan uitgebarsten en het was complete chaos. Er zijn 16 doden, 42 gewonden en 4 ernstige gewonden. Godverdomme, hij heeft dat hele scherm onder.
Patrick, is dat daar? Patrick, kill man. En we... Overnieuw.